wij moeten een tekening maken, maar we zijn niet zo goed in tekenen. Nee. Maar gelukkig zijn we wel goed in dammen. Schaken. Ja. Dus we gaan nu schaken. Ja, heel leuk. Zullen we lekker gestolen? Nee, even niet. Oh, ja. Oh, laag. Kijk. Huh, huh. Wat is dit nou? Hè? Een schatkaart. Ja. Kom. Ga. Wow, en de lijn. Hè? Naar onze eerste schat. Ja, dat was heel... Wacht, misschien hebben we niet zo goed gekeken. Misschien zaten er wel twee schatten. Ja. En dat die bij de vorige schatkaart, dat die bedoelde dat er wel twee schatten stonden, maar dat we maar één vonden. Toch? Ja. Kom, we gaan onze schoenen aan doen. Ja. Nou, Schoenen, ik skiers. Ja, weet je nog bij de eerste aflevering? Ja, je gaat heel snel je schoenen kwijt, omdat die kleiner zijn dan de skiers. Ja. Zo. De eerste skiers aan. Ja, dat had je net gezegd. Dat had je in het eerste filmpje ook al gezegd. Dat had ik namelijk net gekeken. Vind ik wel even leuk om even te kijken. Zo. Zo, bijna klaar. Oh, ik heb mijn jas vergeten. 5, 4. Ik heb mijn jas vergeten. 1, 2. Oké. Ja. 5 seconden heb ik hem aan. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ik heb hem aan. Oké. Ik pak jullie op. Hey, vergeet de kaart niet. Komen we nergens. Dat was vreselijk. Oh, weet je nog? Weet je nog? Oh! Dat is vreselijk! Ons kaart is weg! Ja. Dat doen we heel vreselijk. Ja. Zal ik hem dicht doen of op een keer? Op een keer. Kier. Ja. Oké. Okay. Ik heb een paar vragen van de tweede aflevering. Mijn eerste vraag is: wat was de vorige? Wat was de vorige? Wat was de vorige? Wat was de vorige schat die we kregen? Moet je even e-mailen. En mijn tweede vraag is... EMS, moet je wel erbij vertellen welk e-mail er is. Jij hebt, hè? Anders kunnen ze toch niks e-mailen. Zeg ik lekker niet. Maar kunnen ze ook het antwoord niet e-mailen? Oh ja. Oh, wacht, nee. Bij de reacties... Dan kun je wel je antwoord geven, toch? Oh ja, ja. Ja. Oké, maar mijn tweede vraag is... hoe lang duurde onze tweede filmpje? Moeilijke vraag, zeg, hè? Heel moeilijk. En mijn derde vraag is... met wie maakte ik die filmpje? En je mag kiezen tussen drie antwoorden. Renko, mijn neef of mijn vriend. Moeilijk, hè? Maar nu gaan we sneller. Maar eigenlijk hoeven we niet per se een beetje te kijken op de schatkaart. Want dit is eigenlijk die van de eerste, weet je nog? Ja. Dus we weten wel een beetje de weg hoe we een beetje moeten lopen. Maar als ze in die ene speeltuin komen... Dan moeten we echt heel goed bij de kaart kijken. Want ja, je weet nooit waar het dan in die spot kan liggen. Oh, mag ik even de kaart kijken? Ja. Oh, we hadden niet goed gekeken. Het was bij de rand. Het was bij de rand van de stoep. En we moeten over 10 seconden naar rechts. Wat? 10. Oh. Ik bedoel naar links. 10. Nee. Ja, voor hun is het links, maar voor ons is het rechts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je staat op de kop.
stoten. Je ging bijna vallen. En hier ging ik vallen. Nou, bijna. Weet je nog? Oh ja, dat weet ik wel. En toen zagen jullie mijn bil. Ech! Dat wist ik nou juist weer net niet. Kom. Wat zou ik deze kiezen? Ja. Nintendo Switch! Wat is? Nintendo Switch? Ja, dat zou wel leuk zijn, maar. Want de vorige keer hadden we een GameCube. Ga jij hier schaven? Oh ja, oké. Ja, mag maar hier. Kijk hier. Oh, hier. Zie je het? Zie. Nog een schatkaart. Ik heb gewoon een schatkaart genomen. Mag ik kijken? Ja. Hé, hey, dat is de schat van onze tweede filmpje. En helaas... Dat je hem veilig neer hebt gelegd in je huis. In ons huis. Oh, maar deze is wit. En onze vorige was... Roze. Bah! Maar ik ga even de antwoorden van... Van de eerste aflevering zeggen. De eerste vraag van de eerste aflevering was... De eerste vraag was... Wat de vorige schat was. En die antwoord is... Pepernoten, snoepjes en koekjes. Hé, dat ruimt. Snoepjes, koekjes. En de tweede vraag is, en de andere vraag van de eerste is, hoe heette mijn broertje? En die antwoord is, Jetro. Ja, en de derde vraag is, hoe lang duurde die filmpje? En die duurde toevallig 10 minuten. Ja, dat is wel toevallig, hè? Ja. Misschien is deze ook al 10 minuten. Kan toch? Ik denk langer. Ja. Want we zijn nu al ongeveer bij 8 minuten. Ongeveer, oh, ja. Hè? Dan denk ik dat. Maar ik denk sowieso dat het dan minimaal 10 minuten wordt. Ja, minimaal. Nou, minimaal 9 minuten. Nou, nee, ik denk eigenlijk... Oh, het is al bijna. Nee, ik denk minimaal 9. Minimaal 10 minuten. Ik minimaal 9. Oké. Kom je? Hé. Hey. Als nummerbord bloempje. Dat is toch ook raar? Ja. Zullen we het even laten zien? Als je niet wil... Dat is wel grappig. Vertrouw me, jullie zullen gaan lachen. Nou, misschien. Misschien wel. Je kunt het niet helemaal goed zien op de camera. En je ziet het andersom. Ah! Ja, de kaart. De kaart! Ga jij maar alvast verder. Wat is het? Deze, hè? Zie je het? Als je het omdraait, is het een bloempje. Oké, we gaan verder. Deze is het toch? Ja, oké. Waar zijn we? Ach, ik weet het toch uit mijn hoofd. Kom je? Oh ja, je hebt het ook al gekeken, hè? Ja. Je hebt het toch ook gekeken? Ja, ik heb ook gekeken, maar... Jij weet het denk ik wel net iets beter, want jij hebt al langer naar gekeken, denk ik. Toch? Ja, want toen moest jij opeens naar de tandarts. Weet je nog? Ja, En toen moest je opeens... En toen gingen we uit eten. Dat was wel leuk. Ja. Ja. Nou, wij gingen uit eten. Ja. Dat was wel leuk. Ja. En, volgende dag gingen we naar de... En de volgende dag gingen we naar onze tante. En toen hadden we voetbal meegenomen. En toen gingen we lekker voetballen op het dak van de school klimmen.
ook. Echt serieus, ja. Weet je nog? Ja. Maar Esra, oh! Het was ook grappig dat... Het duurt dan meer dan 10 minuten. Maar Esra, het was ook wel grappig dat toen wij uit eten, toen was er zo'n Piet, die maakte ook nog zo'n ene grapje dat ook een Sinterklaasje daar kwam. Ja. Dan zegt ze, en toen kwam zo'n Piet en die zei, je hebt een grote neus. Ja. En toen zag ze aan mijn neus en zei die, toet toet! Ging ze lachen. Hij is een beetje eigenwijs. Maar verder over bij onze tante, kijk, toen gingen we, nadat we op het dak zijn geklommen, toen gingen we voetballen met onze voetbal die we meenamen. Ja. En toen schoot ik hem per ongeluk in een vieze sloop met poep erin. Ja. En toen moest ik erin en toen ging ik het eruit trekken. Maar er waren nog twee ballen. Ophouden met rijden. Er waren nog twee ballen. Die wou ik er ook uit eruit vissen. En toen ik ze alle twee eruit haalde. Toen had mijn nichtje weer het erin geschoon. Moest ik het weer uithalen. En toen was ik helemaal vies. En toen kreeg ik straf. Oeh, ja, dat was niet zo leuk, hè? Hé, er staat op een briefje. 10 tegels vooruit en dan in het bosje. 10 tegels vooruit en dan in het bosje, toch? Staat toch? Ja. Okay. Ja, ik zag het even niet zo goed. 1, 2, het was een beetje met kleine 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Even voelen. Hé, ik voel iets. Echt? Oh, nee! Niet nog een schatkaart. En er staat op. Het zit in je schuur. Wat is het? Dat is een schuur. Dat is een mysterie. Maar gelukkig maar ken ik een kortere weg naar onze huis. Ja. Yeah. En ik denk ook dat we die tip, of Lea, ja tip, wel onthouden, toch? Ja. Dus. Ik dacht eerst dat we het een schatkaartje kregen. Ja. Maar het was dus een tip, maar ja, hey, dat was gewoon wel goed. Ja. Maar ja, eigenlijk weten we wel de weg naar huis. Wow, ik viel bijna. Maar we weten gelukkig de huis. Wow, waarom ga je ook weer op de kop? Nee, je staat op de kop. Je kunt bijna vallen. Ah, gelukkig. Oh, wat is er? Huh? Oh nee, wacht. Laat maar. Ik dacht even bijna dat ik een vos zag. Heel eng. Maar het bleek dus niet heel eng. En waarom is het? Het bleek gewoon een berg met blaadjes te zijn. Hele bruine blaadjes. En een beetje... Maar daar leek het dus op een vos. En dus ik schrok heel erg. Maar gelukkig was het maar geen vos. Het was gewoon een berg met allemaal. Ik ben ook. Wist je dat? Maar wij zijn toch een keer in Afrika. In Afrika geweest en in het land Oeganda. Ja. Maar jij had echt niet door dat. Nou, ja, we waren op zoek. We waren op bezoek. En toen. En ik moest naar de wc. En ik ging naar de wc. En de wc. En je moet een paar metertjes lopen. Want het wc zit achter het huis. En ze hebben geen tuin. Dus moeten ze een eindje lopen. En toen ging ik naar de wc. En toen. Wat denk je? Jij had echt niet door dat ik...